Waarom is volgens mij opvoeden geen wedstrijd? Het kan een enorme wedstrijd worden. Opvoeden en machtsstrijd, dat is wel iets, hè. In elke relatie kun je een machtsstrijd voelen, in je partnerrelatie bijvoorbeeld, of in relaties met vriendinnen, met je ouders, dus ook in relatie met je kind, hè. Een machtsstrijd, dat kan wel groot worden en dat kan je relatie overstemmen. Wat is nu mijn visie daarop is ja, zo weinig mogelijk in de machtsstrijd gaan en zo weinig mogelijk die machtsstrijd voeden. Door bijvoorbeeld niet te straffen, niet te belonen, door echt in verbinding te gaan met je kind. Mildheid betekent voor mij zachtheid. Zachtheid voor jezelf en voor je kinderen, voor je omgeving. Echt lief zijn voor jezelf en voor de mensen rondom u, zonder dat je eigenlijk uzelf ook vergeet en zonder dat je over je eigen grenzen laat gaan. Dat is voor mij mildheid. Voor mij is mildheid een heel belangrijk begrip eigenlijk in mijn dagelijks leven en in het opvoeden en ook in mijn praktijk, in mijn boek natuurlijk ook. Mildheid is voor mij, dat begint bij uzelf. Mildheid is iets belangrijk in relatie met onze kinderen, met onze omgeving. Maar eigenlijk begint het bij onszelf. Als we mild kunnen zijn voor onszelf, dan kunnen we ook gemakkelijker mild zijn voor onze omgeving, voor onze kinderen, voor onze partner. Dus mildheid, ja, ik denk dat je nooit genoeg mild kunt zijn voor jezelf en voor je kinderen en voor je partner en voor je omgeving. Dus het is een zeer ruim begrip waarin dat we eigenlijk een leven lang, denk ik, kunnen bijleren. Vrouwen worden heel vaak als zachter omschreven dan mannen, hè. En dan denk ik dat we zo wat teruggaan naar de jaren 60 en de opvoedingsstijl van wacht als papa thuis komt, dan, hè, dan gaat er wat zwaaien. Ik denk dat mildheid een belangrijk begrip is voor ons allemaal, voor de mensheid, voor jong en oud, dus ook voor vrouwen en mannen. Maar dat voor mannen misschien wat meer zoeken is, hè? Want zij worden heel vaak de autoriteit toegeschreven. En ja, ik denk dat voor hen nog meer zoeken is naar hoe kan ik die mildheid implementeren voor mij en hoe voelt dat goed voor mij eigenlijk. De moeilijkheden in mild ouderschap ja, zijn divers, hè. Het moment zelf, hoe dat we onszelf voelen op dit moment. Iedereen is wel een keer niet mild, hè. Iedereen vliegt wel een keer uit tegenover zijn kinderen, tegenover zijn omgeving. Dat gebeurt, hè. Heel vaak gebeurt dat omdat we onze grenzen hebben laten overschrijden. En we beginnen dan te roepen of we beginnen dan kwaad te worden van 0 naar 100 in minder dan een seconde. Up, we ontploffen en niemand weet goed wat er is gebeurd. Jij zelf ook niet. Dus de omstandigheden maken het moeilijk. Op het moment dat je van werk thuis komt en dat je een heel zware dag hebt gehad en je kinderen hebben ook eigenlijk een zware dag gehad. En iedereen loopt op de toppen van zijn tenen. Dat zijn moeilijke momenten. Dat zijn momenten waarin ja, dat we allemaal zoeken naar een extra portie geduld en die niet zo gemakkelijk vinden, hè, of niet vinden. Dat maakt het nog moeilijk. Dat is onze eigen opvoeding bijvoorbeeld, hè. Dingen die veel langer in termijn duren, hè. Onze eigen jeugd, onze eigen opvoeding, wat we daaruit meenemen. En het is vaak niet gemakkelijk om u daaruit los te maken en te zoeken naar uw eigen moederschap, uw eigen vaderschap, uw eigen rol als ouder en los te komen van hoe dat uw ouders u hebben opgevoed. Wat maakt het nog moeilijk? De ideeën die dat we hadden vooraleer dat we zelf mama of papa worden. We denken allemaal dat we de goede, perfecte ouder gaan zijn. En dat we geen kinderen krijsend op de supermarktvloer gaan hebben. Die van ons, die gaan dat nooit doen. Tot als je een 2-jarige zegt dat hij moet kiezen tussen 2 soorten koeken. Hè, en dan heb je toch die krijsende peuter in de supermarkt. Ja, ook daar
daar hebben we zo wel een weg in vrij te maken en wat los te komen van al die ideeën die dat we hadden vooraleer dat we ouder werden. Dat zijn mooie ideeën, maar die kunnen ons ook wel vastzetten. Die kunnen ons vastzetten in dat perfect ouderschap weer, in zo'n harnas waarin dat we allemaal maar mee moeten. En dat voelt niet meer goed, dat voelt heel erg vastgezet. Wat zijn de tips om zo uit moeilijke momenten te geraken? Eigenlijk vraagt dat heel veel verbinding met jezelf. Hè. Hoe voelen? Wat is dat hier allemaal? En wat kan ik op dit moment... Wat kan er voor mij? Hè? Soms is het heel moeilijk om te geven aan je kinderen. En dan heb je echt wel even tijd nodig voor jezelf en ademruimte. Ga dan even gaan ademen in de gang bijvoorbeeld. Dat moet maar 3 seconden duren. Maar kom even terug tot jezelf. Is het moeilijker om mild te zijn voor jezelf dan voor anderen? Heel vaak wel. Hè. Heel vaak kunnen we tegen een vriendin gemakkelijker, vriendelijke, lieve woorden zeggen dan tegen onszelf. Dus daarin ook een tip. Wat zou je zeggen tegen je vriendin? Zeg dat gerust ook tegen jezelf. Ja. Competitiedruk van buitenaf, dat kan heel zwaar wegen, hè, op ons ouderschap. Omdat we allemaal een goede ouder willen zijn. En dan is een tip daarin dat we terugkeren op onszelf. Hè. Wat is goed voor ons? Volg uw eigen moeder- of vadergevoel. En dat is altijd juist. Dat geeft u altijd de juiste weg. En kijk naar uw moeder- en uw vadergevoel. En kijk naar uw eigen kinderen ook. Zij wijzen u ook de weg. Dus keer terug naar uzelf, keer terug naar uw gezin. En laat u niet te veel meeslepen door de druk van buitenaf. Soms leggen we de lat ook heel hoog voor onszelf. En dan zijn we heel erg perfectionistisch voor onszelf. En dan zijn we ook weer niet meer mild voor onszelf. Dat is niet gemakkelijk, hè? Omdat dat een intern gebeuren is, omdat dat iets is van onszelf, waarin dat onze gedachten ons meenemen en waarin dat we heel bang zijn om niet die goede mama of papa te zijn. Dus ook daar. Ja, steun zoeken, dat is heel vaak niet gemakkelijk, omdat we heel vaak denken dat we ouderschap zelf goed moeten doen. Hè. En dat we geen hulp mogen vragen of geen steun mogen zoeken. Niets is minder waar. Hè. Dus zoek mensen die veilig zijn voor u. Dat kunnen uw eigen ouders zijn, dat kunnen vrienden of vriendinnen zijn, dat kan uw partner zijn, dat kunnen collega's zijn. Mensen waarvan dat gevoelt, die zitten op dezelfde golflengte. Vind je moeilijk mensen in uw omgeving? Ga dan zeker praten met een professional. Hè. Ik denk dat we van het taboe weg moeten. Dat praten met een psycholoog of met een coach of met een psychotherapeut. Dat ervoor zorgt dat wij geen goede ouders zijn. Niets is minder waar. Zoek steun waar je steun kunt vinden en dat kan ook bij een professional. Heel vaak worden we zo gestuurd door stemmetjes in ons hoofd. Ik noem dat de inner voices. En wat is dat, inner voices? Dat zijn zo de stemmetjes in ons hoofd die dat we meegekregen hebben door bijvoorbeeld onze ouders of door leerkrachten, mensen die ons hebben opgevoed. Hè. En dat zijn zo de stemmetjes die zeggen, stop nu maar met wenen, of het is nu al genoeg, of je moet daar toch niet kwaad voor zijn. En die stemmetjes, die geven we heel vaak door aan onze kinderen. Dat zijn die dingen waarvan dat we zeggen, ik wil dat echt niet meegeven aan mijn kinderen, of ik wil dat niet zeggen tegen mijn kinderen, maar we doen het toch. Die stemmetjes, die geven we door. En ons bewust worden van die stemmetjes is een eerste grote stap om daarmee te kunnen omgaan. Wat zeggen die stemmetjes tegen mij? Wie heeft dat ooit tegen mij gezegd? En daarnaast kunnen we milde mantras zetten. Milde zinnetjes die we tegen onszelf kunnen zeggen en dus ook tegen onze kinderen. Die kunnen we ook zo meegeven. Milde mantras zijn milde zinnetjes die we tegenover onszelf kunnen zeggen, die we zelf ook kunnen vinden en waarin dat we kunnen groeien. Bijvoorbeeld, je moet daar niet voor wenen. Daarin kun je een milde mantra vinden in het, je mag daar wel voor wenen. Of ik laat mijzelf wel toe om daarvoor te wenen. Ik mag daar zelf wel verdrietig voor zijn. Of, je moet je kind daar toch wel voor straffen. Ook daarin kunnen we een milde mantra vinden in het, moet ik mijn kind daar wel voor straffen? Kan ik daarin niet in verbinding gaan met mijn kind? En kunnen we niet samen zoeken naar wat er wel werkt voor ons? Okay.
Wat krijgen mijn kinderen allemaal gedaan van mij? Eigenlijk denk ik niet zo. Eigenlijk, het moment dat ik denk, mijn kinderen krijgen van mij iets gedaan, dan ben ik weer tegenover mijn kinderen, mijzelf aan het zetten. Zij, de ouders, tegenover zij, de kinderen. En dan voel ik die verbinding. Dus eigenlijk heb ik daar weinig of geen voorbeelden van, omdat ik die denk. Wijze heb laten varen en omdat ik heel graag wil dat wij met ons vier die eenheid vormen die we tot nu toe wel vormen. We gaan hier thuis heel veel in overleg met de kinderen, zowel de kinderen initiëren dat overleg of wij maken daar echt wel werk van om zoveel mogelijk de boel draaiende te houden, rekening houdend met ieders grenzen. Bij wie kan ik zelf terecht om steun te zoeken? Dat is mijn dichte familie en mijn partner, uiteraard. Maar ook mijn zus, mijn eigen ouders, vrienden en vriendinnen. Maar ik heb natuurlijk zelf ook een psychotherapeut en daar kan ik ook heel veel steun bij krijgen. Mijn favoriete plek thuis te komen is ofwel mijn slaapkamer, omdat er daar heel veel zonlicht, dus heel veel natuurlijk zonlicht en dat doet mij altijd heel veel deugd. Of mijn terras. Op mijn terras zit ik ook tussen de bomen en dat is ook, daar voel ik mij ook helemaal tot rust komen. De favoriete rustplek van mijn kinderen is voor Loa zeker de schommel. Die kan uren schommelen, dat doet haar zo'n deugd om te schommelen. Samen de trampoline. Kunnen ze wild zijn, maar ook dat brengt hen tot rust, dat ontprikkelt hen. En de zetel, zeker en vast. We hebben zo twee aparte zeteltjes staan en daar kunnen die zo lang uit in liggen. Dat is dan hun binnenrustplaatsje. De rustplek van mijn partner is denk ik de game room. Mijn praktijk is omgetoverd door mijn drie gezinsleden tot een chill room en een game room. En niet dat hij daar altijd gamet, maar dat is wel waar dat de zetel staat en waar dat we kunnen tv kijken, maar ook rustig een boekje kunnen lezen. Mijn laatste tip in zaken mildheid is: je moet het niet alleen doen. Laat je omringen, zoek mensen die veilig voor u zijn en ga samen de zoektocht aan in het ouderschap of het opvoederschap.